good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. En dit is tijd voor kutreclames. Mijn alleroudste serie, alleroudste idee wat er op dit kanaal eigenlijk bestaat, is kutreclames. Vrijwel simpelweg, sorry, ik liep even vast. Spijt me. Het zit vrij simpel in elkaar. Namelijk, ik laat een reclame zien die best wel kut is. En dan besluit jij om even te abonneren op mijn kanaal. Want ja, dat zou ik waarderen. Jazeker. Abonneren, dat zou ik waarderen. En als je me dan nog even volgt op Instagram, dan zou ik het fucking legendarisch vinden. Ja. En mocht je dat nou allebei al hebben gedaan, dan gaan we gewoon kijken naar de video. Vandaag hebben we tijd voor kutreclames. Namelijk de reclames die je ziet op televisie of op het internet en denkt... Zo kut. Zo fucking kut. Die reclames gaan we vandaag even behandelen. Oké, ik ga er naar kijken. Ik ga hier en daar wat grappige opmerkingen maken. Ik ga eventueel een paar mensen een klein beetje beledigen. Dus mocht ik jou beledigen, het spijt me van tevoren. In het echt ben ik wel aardig. Goed, het is weer smullen. Het is weer heerlijk. Het is weer smullen. We gaan eerst kijken naar deze reclame. De eerste reclame die we gaan bekijken is van zuivelpak volledig recyclebaar. Ja, zuivelpak volledig recyclebaar. Let's go, papies. Wauw. Hè, wat? Oké, stop. Stop de tijd. Stop de reclame. Kappen. Stop even. Stop. Ik ben nu al onder de indruk van de acteerskills van deze snuiter. Dat is echt überhaupt van deze mensen. Wow. Hè, wat? En nou is mijn vraag aan jou. Wat denk jij dat er op het scherm van het laptop staat? Want dit joch klinkt zo mindblown. Het moet wel iets heel, heel waanzinnig zijn. Waanzinnig. Ik gebruik nooit het woord waanzinnig. Waanzinnig. Is dat A? Rapper Shorts heeft een nieuwe pornofilm geüpload. B? Een IS onthoofdingsfilmpje. Ja, hé. Je weet het maar nooit, hè. Of C? De hoeveelheid melkpakken die per jaar drijven in het IJsselmeer. Je krijgt van mij een paar seconden om een antwoord te kiezen. Je tijd is voorbij. We gaan even kijken naar het antwoord. Wauw. Hè, wat? Kijk wat er van gerecyclede pakken gemaakt wordt. Toiletrollen, tissue... Het was een strikvraag. Het waren foto's van papier. Oh my god! Holy... Hè, wat? Hè, wat? Hè, wat? Hè, wat? Ja, foto's van papier. Wow! Hoezo? Hoe kan je zo hyped reageren op foto's van toiletrollen en papier en kartonnen dozen? Als je die foto gewoon aan een random persoon laat zien, dan weet ik zeker dat hij niet zo reageert. Wacht, ik ga het heel even testen. Wacht. Wauw! Wat is dat? Wauw! Leuk. Ja. Inderdaad, complete verwarring in plaats van hè? Wat? Hè? Wat? Ik denk dat er niet heel veel budget was voor de acteurs. Daar ben ik vrij zeker van. Of überhaupt een casting, of überhaupt gewoon nadenken, kost ook geld. Kijk wat er van gerecyclede pakken gemaakt wordt. Toiletrollen, tissues. En dozen. Kijk wat er van gerecyclede pakken gemaakt wordt. Toiletrollen, tissues en dozen. Holy shit. Dus je zegt nu dat je van papier papier kan maken? Wow. Wow. Je maakt van papier weer papier. Dat is echt absurd. Toiletrollen, tissues. En dozen. En dozen. Gozer, op de foto staan letterlijk dozen. Letterlijk. Wauw. Ik wil sterven. Hé, wijsneus, maak je pak leeg. Wie gebruikt op die leeftijd het woord wijsneus? Dat is zo'n vader- en moederwoord. Hé, hey, wijsneus. Of zo'n opa-woord. Ja, wijsneus. Maar niet, een kind gebruikt dat woord niet, oké? Een kind zou eerder dit zeggen. Hé, hey, kutjoch. Hé, hey, zachtbe. Hé, hey, teringleier. Hé, hey, wijsneus, maak je pak leeg. Dan kan die ook weer gerecycled worden. Ik zal jou eens recyclen. Ik zal jou eens recyclen. Wat betekent dat? Wat bedoel je daarmee? Wat is die uitspraak? Wat betekent het nog een keer? Is dat... What is it? I don't know. Ik zal jou eens recyclen. Betekent je zusje hergebruiken of zo? What the fuck? Het vel van je zusje aftrekken en het op een nieuw persoon stoppen en zeggen... Ha, jij bent gerecycled. Stel je voor, je staat in een club en je loopt naar een chicken toe en je zegt... Hey meisje, mag ik jou eens recyclen? Oké. Nee.
Ik zou jou eens recyclen. En dit is ook weer zoiets. Nee, dat zeg je niet als kind. Als kind van die leeftijd ga je puberen en dan zeg je dingen zoals... Ha! Haal jij eens even je bek? Ha! Wil je klappen, wijfie? Ha! Waarom heeft papa ons verlaten? Het houdt niet op. Niet van... Dit is niet de originele. Er is nog een originele reclame met het originele geluid. En die wil ik jullie even laten zien. Die heb ik kunnen opgraven. En die ga ik nu vertonen. Ik weet dat dit eigenlijk niet mag van de reclamemakers. Maar ik ga het gewoon doen. De originele reclame. Komt-ie. Wauw. Wat? Kijk wat rapper Sjors nu weer gedaan heeft. Hij heeft een nieuwe tattoo laten zetten. Yeah, let's go. Hou je bek, man. Je wil gewoon Sjors pijpen. Ik zal jou eens pijpen. Oké, jongens. dat was een goed begin. We gaan door met de volgende reclame. Seat. Sofa. Seats. Sofas. Seats and sofas. Seats and sofas. Seats and sofas. Seats and sofas. Sofa, 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 sofa. Chesterfield. Lounge sofa. Mega couch. Seats and sofas, seats and sofas, seats and sofas, seats and sofas. Echt voordelig zit je het allersnelst bij seats and sofas, seats and sofas. Je raakt gewoon een soort van hypnotiserende reclame is dit. Deze maak je helemaal loco gewoon. Deze maak je echt niet goed. Holy shit, what the fuck heb ik net gezien? Seats and sofas, seats and sofas, seats and sofas, seats and sofas. Sofas, 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 sofas. Ik weet zeker gewoon, de rest van de dag hoor ik alleen nog maar seats en sofa, seats en sofa. Seats en sofa, seats en sofa, seats en sofa, seats en sofa. Sofa, 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 Dat wens je niemand toe. Ik zit nu trouwens te bedenken. Je hoeft niet eens seats en sofa's te zijn om deze reclame te kunnen maken. Je kan het met alles, met elk merk in de wereld kan je het doen. Coca. Cola. Coca. Cola. Coca. Cola. Coca. Cola. Coca. Cola. Coca. Cola. Mac. Donalds. Mac. Donalds. McDonald's. 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 Kal. Fijn. Kal. Fijn. Kal, fijn, kal, fijn, kal, fijn, kal, fijn. Aaaaaah! We gaan door met de volgende reclame. Mama, wat is dat? Een nieuw toiletblok om ons nog beter te beschermen tegen vuil. Wow, dat is gaaf. Sorry. Oh mijn god. Wat is er met hyped kinderen? Gewoon kinderen die overhyped zijn over dingen. Tegenwoordig zijn kinderen hyped over een foto van toiletpapier. Hè, wat? Of over blauwe toiletblokken. Wow, dat is gaaf. Besef even deze tekst, oké? Een moeder zegt, dat is een toiletblok om ons nog beter te beschermen tegen vuil. Ik heb dat nog nooit een kind... Wanneer reageert een kind op deze manier? Wow, dat is gaaf! Nee, het is helemaal, er is niks gaafs aan een blauw toiletblok. Helemaal niks. Oké? Klaar. Klaar. Verder kan ik ook niks met deze reclame. Dit is wat het is. Deze reclame maakt gewoon één grote fout. Maar dan nu even een bijzondere reclame. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan in kutreclames. Maar ik heb aan jullie gevraagd op Instagram. Hey, wat vonden jullie nou echt kutreclames? Er waren best wel veel mensen die begonnen over een of andere Chinees. En dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn letterlijk de woorden van mijn Instagram volgers. En die zeiden dingen zoals... Die ene Chinees, Jia Ruan of zo. Jia Ruin of zo. Je weet wel... Die kut-Chinees daar. Dus ik echt zo, hè, waar gaat dit over? Wat is dit? Die reclame met de Chinees die over onderneming praat. Zo Chinees die een beetje stoer doet hoe je geld moet verdienen. Ik krijg hem zo vaak. En ik zat dit te kijken, ik dacht, hè, wat is dit? What the fuck is dit überhaupt? Ik zoek op Jia Ruan en ineens dacht ik, holy shit, deze gast heb ik wel eens voorbij zien komen. Dit is zo'n knakker die je dan op je Instagram stories in één keer voorbij ziet komen. Die dan zegt, zit je lekker thuis en droom je van geld? Ik werd miljonair en jij kan het ook. Check mijn profiel en weet voor altijd hoe je miljonair wordt. Dat is gewoon, dat is waar het zeg maar praktisch op neerkomt. En
Het is ook een vorm van reclame. Dus ik wil gewoon heel... Ik ga gewoon even naar de Instagram van die gasten toe. Dat ga ik gewoon doen. Geen geld op je rekening. Je bedrijf heeft nul klanten. Het lijkt alsof je niet gaat lukken. En dan mensen om je heen denken dat je gek bent. Geloof me. Ik weet hoe het is om weinig geld te hebben. Nou, dat weet iedereen. Want we waren ooit allemaal baby's zonder geld. Ik weet hoe kut het is om een extra bijbaan te nemen om rond te komen. Nou, dat is helemaal niet kut. Dat is gewoon heel normaal. Het is gewoon heel normaal om een bijbaan te nemen als je puber bent om geld te verdienen. Dus nou niet doen alsof het heel vreemd. Ik word echt gewoon een beetje agressief van deze gast. Ik word echt gewoon een beetje fucking... Hallo en welkom bij Boos, waar we boos mensen proberen om boos te maken door rustig ademen. Je werkt hard, je werkt jezelf zowat in een burn-out. Iedere dag ben je ready om 6 uur en je probeert alles uit je dag te squeezen. Hard werken met weinig resultaat is het kutste wat er is. Ben je het met me eens? Nou, hier promote je gewoon burn-outs. Dus dat zou ik op zich ook niet hebben. En nou zul je je afvragen, Kelvin, wat vind je nou hier? Weet je, waar loop je nou op te haten? En ik snap het. Deze gast geld heeft en hij wil die soort van inspiratie spreaden, dan is het prima. Maar waar ik een beetje moeite mee heb, is dat het ook prima is als je 20 bent of 16 of 25 en je hebt gewoon een simpele baan en je verdient niet veel geld, maar je hebt wel een prima leven, dat ook goed is. Dat ook prima is. Als hij zegt, ik weet hoe kut het is om een bijbaan te hebben, dat is helemaal niet per se kut. Het is heel normaal om een bijbaan te hebben. En dat er allemaal jongeren in kleine dorpjes nu zitten en die lezen dit en die denken, oh ja, was ik ook een miljonair, net als deze Aziat en ik heb zo'n kut leven. Dat is dus niet, zo moet je het leven niet zien. Oké, als jij gewoon chill de boerderij van je vader over wil nemen en lekker wil boeren tot de rest van je leven en helemaal niet per se miljonair hoeft te worden, dan is dat ook prima. Punt uit. Oké, we gaan door met echte kutreclames. Oké, geen geneuzel, geen gemompel, gewoon echte gouden oude kutreclames. Deze keer van Bekam. Ik heb mijn lening overgesloten bij Bekam. Bij wie? Bij Bekam. Oké, Bekam. Ja, en tegen een veel lagere rente. Oh, dat klinkt goed. En veel betere condities. Dus het is veel goedkoper lenen bij Bekam. Oh, absoluut. Absoluut. Wauw. 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 Holy fuck. Wauw. Jezus, wat kut. Dit is echt verschrikkelijk. Waarom kies je ervoor om twee bouwvakkers in een reclame over geld lenen te stoppen? Ik snap het niet. Dit moet gewoon de gemiddelde Nederlander voorstellen of zo? Deze snuiter is ook sowieso geen bouwvakker. Echt, deze gast heeft veel te rechte tanden voor een bouwvakker. Had zo'n bruine snor moeten hebben. Maar in plaats daarvan heeft hij zo'n perfect grijs-bruine snor. Gewoon niks mis mee. Bouwvakkers moeten zulke klauwen hebben. Die hebben niet van die gave, nette handen. Wow! Tenminste, ik heb het dan wel over gave handen, maar ik laat het heel even aan mijn 8-jarige broertje zien. Hey, wat vind jij van deze handen? Wow, dat is gaaf. Inderdaad, ook die. Bij wie? Hè? Bij wie? Waarom doen ze dat erin? Je moest 20 seconden vullen voor een commercial. En dan kies je ervoor om iemand niet te laten verstaan. Hè, wat? Bij wie? Hè? Absoluut. Het is veel goedkoper bij Bekam. Nou, als ik jullie een tip mag geven, Bekam. Gooi die rente gewoon omhoog. En heb je in ieder geval straks geld voor goede reclamespotjes. Want dit gaat hem niet worden. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, Bekam. Bij wie? Bekam. Oh, Bekam. Ja, Bekam. Hè, Bekam? Ja, Bekam. Wat? Bekam. Bekam? Inderdaad, Bekam. 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 Oh, inderdaad. Bekam. Hoe vaak kan je Bekam zeggen in één reclame? Dit is gewoon helemaal kut. Ze zochten gewoon naar een manier om zo vaak mogelijk dat woord erin te proppen. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Calvin. Abonneer op mijn kanaal. Dit was alweer kutreclames. Hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer op mij. Volg op Instagram. En je weet wat ze zeggen. Abonneren. Dat zou ik waarderen. Tot de volgende keer. Doe eens gekje met normaal genoeg. What's good? Aye.